Van harte welkom, mijn naam is Louis Zantema, ik ben een van de medeoprichters van Reducept en in dit filmpje ga ik iets meer uitleggen over de achtergrond van aanhoudende pijn. Daarvoor pak ik even mijn presentatie erbij en zo, hop. En dan kunnen we beginnen. Nou, als we kijken naar pijn, laten we er meteen induiken. Dan zien we hier een plaatje van de Franse filosoof René Descartes, die leefde in de 17e eeuw. En René Descartes had een interessante opvatting over pijn. Hij was namelijk een van de eerste mensen die ontdekte dat er inderdaad prikkels door de zenuwbanen leiden. Helemaal vanaf de plek waar je misschien pijn doet, zoals hier op dat plaatje een jongetje zijn voet in het vuur steekt, of een klein mannetje of zo. En die prikkels gaan vanaf die voet omhoog door de zenuwbanen, door het ruggenmerg naar de hersenen. En in de hersenen worden die prikkels omgezet in pijn. En René Descartes zag dit als een heel rechtlijnig proces. Hij zei, ja, waarschijnlijk zul je dit vrij makkelijk kunnen oplossen. Hij noemde dit een mechanistisch probleem. Een probleem waarbij je tegenwoordig zou zeggen dat het biomedisch is. Dat je het vrij makkelijk kunt aanpassen of oplossen door aan het lichaam te sleutelen. En zei, nou ja, als je meer prikkels hebt, dan heb je meer pijn. Dat was de oorspronkelijke opvatting van Descartes. Misschien ook wel je eigen idee over pijn. In ieder geval het idee dat heel veel mensen nog steeds hebben. Hè? Dat het aantal prikkels dat door je zenuwstelsel reist, als het ware bepaalt hoeveel pijn je hebt. Nou, dat klopt niet helemaal en daar ga ik straks meer over vertellen. En eigenlijk dit idee van Descartes was ook een beetje de oorsprong van wat we het dualisme noemen. En het dualisme betekent dat aan de ene kant meer biomedische klachten staan en dat die eigenlijk heel erg losstaan van de meer psychosociale klachten. Tegenwoordig hopen we eigenlijk dat we allemaal volgens het biopsychosociaal model kunnen handelen en denken. En dat is vaak nog best lastig. En Descartes was daar een beetje de oorsprong van. Die dus zei, aan de ene kant heb je de meer mechanistische, biomedische problemen. En aan de andere kant heb je de meer psychosociale problemen. Waar je destijds voor naar de kerk toe ging. En voor de biomedische problemen kon er aan het lichaam gesleuteld worden. En tegenwoordig zien we dat onderscheid nog steeds wel. In die zin dat ook in ziekenhuizen bijvoorbeeld vaak meer biomedisch gedacht en gehandeld wordt. En bij een GGZ vooral psychosociaal. En dat de integratie soms wat beperkt is. Nou, als we kijken naar dat beeld van Descartes, dan is dat toch een beeld wat veel mensen met pijnklachten, maar ook veel behandelaars nog steeds hebben. En soms kan het helpen om je te verdiepen in een aantal verhalen. Waardoor je eigenlijk meteen merkt dat dat model dat Descartes voorstelde niet klopt. En misschien ken je deze verhalen wel. Dit zijn twee klassieke verhalen uit de pijnleerstof. De eerste is van de server, de Australische server. Het komt wel eens voor dat een server in Australië op de perfecte golf ligt te wachten. En dat hij ineens iets voelt aan zijn been. En misschien denkt hij dat het een kwal is die er langs streek. Of dat hij een stukje koraal raakte. Maar hij maakt zich niet echt zorgen. Als je even later op zijn plank probeert te springen, dan merkt hij dat dat ineens niet lukt, dat hij zijn balans niet goed heeft. En als hij naar zijn voet kijkt, ziet hij dat er een hap uit zijn kuitbeen is genomen. Ja, dit is waar gebeurd. Het overkomt meerdere surfers in Australië helaas wel eens dat ze gebeten worden door een haai, terwijl ze op de perfecte golf liggen te wachten. Soms wel minutenlang zitten die surfers te wachten en hebben ze eigenlijk helemaal niet door dat ze gebeten zijn. Ja, dat is interessant. Die surfers hebben dus niet door dat ze gebeten zijn. Als ze het eenmaal door hebben, dan hebben ze nog steeds niet direct pijn. Dan maken ze dat ze eigenlijk zo snel mogelijk naar het strand komen. En ze rapporteren vaak pas pijn als ze in veiligheid zijn op het strand. En daar kan soms minuten tussen hebben gezeten. Dus er is wel schade, maar geen pijn. Een ander heel bekend pijnverhaal, waar gebeurt het verhaal van een bouwvakker die stapte op de bouwplaats op een spijker en die spijker ging zo recht door zijn schoen heen. Nou, je kunt je voorstellen dat die man het uitgilde van de pijn. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht en daar werd hij verdoofd, werd die schoen opengezaagd en uiteindelijk vonden ze daar dat die spijker tussen de tenen van deze bouwvakker zat. Nou, dat is wel interessant. Die man die had heel veel pijn gehad, maar er was juist geen sprake van weefselschade. Nou, dus je ziet eigenlijk op basis van deze twee verhalen, die je eventueel ook met patiënten kunt delen als je met patiënten werkt, dat deze twee verhalen best wel aantonen dat het niet zo is dat alleen die prikkeltjes in je lijf bepalen hoeveel pijn je hebt. Dus we weten inmiddels ook dat er iets heel anders gebeurt.
Het klopt inderdaad dat er prikkels door het lijf reizen, zoals Descartes ook zei. Dus ook nu als je je voet in het vuur steekt, dan zullen de prikkeltjes omhoog gaan naar de hersenen. Maar die prikkels die worden eigenlijk in de hersenen verwerkt. En op basis van bijvoorbeeld eerdere ervaringen, de stemming die iemand heeft op dat moment, eerdere pijnbelevingen waar de aandacht is, of iemand goed gemutst is of een slechte dag heeft gehad, zien we eigenlijk dat die prikkeltjes door dat brein heel sterk gereguleerd worden. En dat het brein ook in staat is om een soort van signaal naar beneden te sturen wat tegen die prikkels ingaat. En dat de pijnbeleving heel erg afhankelijk is van hoe het brein reageert op die prikkeltjes. En dus veel minder afhankelijk is van het aantal prikkels dat naar het brein reist. Dat speelt wel een rol, maar dat is eigenlijk niet doorslaggevend in de mate van pijn die iemand ervaart. Een manier die ik vaak gebruik om dit aan patiënten uit te leggen hoe dit werkt, is alsof je in je hersenen een beveiligingscentrum hebt. En in dat beveiligingscentrum, daar zit een klein mannetje. Als je het leuk vindt, kun je er een klein kaboutertje in neerzetten. En dat kaboutertje, dat kijkt naar 4 schermen voor zich. Op het eerste scherm, linksboven, ziet hij allemaal wat er in het lichaam gebeurt. Dus als er heel veel prikkels door het lichaam reizen, dan zal dit scherm op rood springen. En als er weinig prikkels door het lichaam naar de hersenen reizen, dan zal hij op groen staan. Het tweede scherm gaat over emoties. Als iemand kalm is, dan zal dit scherm op groen staan. Als iemand heel gestrest is, heel gespannen, misschien heel verdrietig of boos, dan springt dit schermpje op rood. Vervolgens het gedrag. Als iemand zich gedraagt alsof er niks aan de hand is, dan staat dat schermpje op groen. Maar gedraagt iemand zich alsof die in gevaar is, alsof de situatie niet veilig is, dan zal dit scherm op rood springen. En de laatste, daar zit ik een klein beetje voor, dat zijn de gedachten. Kijk, doe ik mezelf daar even. De gedachten. Heeft iemand veel negatieve gedachten over zichzelf en het lichaam? Dan zal dit schermpje op rood springen. En heeft iemand veel positieve gedachten, of is hij met zijn gedachten ergens anders bij, dan staat het schermpje op groen. En op die manier zit dat kleine mannetje of dat kaboutertje eigenlijk de hele dag te kijken naar die schermen. En heeft hij een grote rode knop voor zich. En als hij daarop drukt, voel jij pijn. En dat mannetje moet inschatten wanneer het nou het juiste moment is om pijn te maken. Daar spelen allemaal factoren een rol bij. Dus je kunt je voorstellen dat er heel veel verschillende emoties een rol kunnen spelen, veel verschillende gedachten, verschillend gedrag een rol kan spelen en wat er in het lijf gebeurt. En die factoren beïnvloeden elkaar ook weer allemaal. Dus het is best een complex geheel. Dus stel dat we naar het voorbeeld van die bouwvakker kijken, dan zien we eigenlijk dat er linksboven in het vakje van het lichaam niet zoveel gebeurt. Er is geen schade aan het lichaam, dus er zijn geen prikkels die vanuit die voet naar het brein reizen. Kijken we echter naar wat die bouwvakker denkt op dat moment, ja, dan kun je je voorstellen dat dat scherm al snel op rood springt. Hij denkt namelijk dat er een spijker door zijn voet zit. Ja, en als er een spijker door zijn voet zit, dan zal hij daar misschien wel heel veel schade van hebben. Misschien denkt hij ook wel na over de toekomst. Of hij nog wel kan werken. Misschien is hij wel niet zo goed verzekerd en werkt hij als ZZP'er. Het zijn allemaal factoren die mee kunnen spelen en die ervoor zorgen dat dat schermpje op rood springt. Daardoor veranderen ook zijn emoties. Hij schiet in de stress, hij voelt zich angstig. Begint misschien wel wat verdrietig te worden. Oh nee, hoe moet het nou? Hoe moet ik het nou thuis redden misschien? En hij gedraagt zich alsof hij pijn heeft. Hij vermijdt het misschien om nog langer op de voet te staan. Hij gaat liggen. Hij roept zijn collega's om hulp. Kortom, 3 van de 4 schermen staan op rood en eentje staat op groen. Dat kleine mannetje, dat kaboutertje, moet besluiten, ja, is er nou wel of geen sprake van gevaar? Ja, 3 van de 4 schermen staan op rood, dus hij drukt maar op die knop. En de bouwvakker voelt pijn. En de pijn motiveert hem om hulp te zoeken. Ja, je zou je ook af kunnen vragen of dat in dit geval uiteindelijk ook nadelig is geweest. En misschien was het gezien wat er met zijn lichaam aan de hand was niet terecht dat hij pijn ervaarde. Maar omdat eigenlijk op alle factoren zijn brein ervan overtuigd was dat er wel gevaar was, werd hij toch gemotiveerd om iets met die pijn te doen. En misschien heeft hij er uiteindelijk ook wel iets van geleerd. Hoewel het niet fysiek terecht was, heeft hij misschien wel geleerd dat hij veiligheidsschoenen moet dragen op de bouwplaats.
En is die pijn in die zin wel nuttig geweest? En zo zou je kunnen zeggen dat pijn altijd wel een bepaalde oorzaak heeft. Die oorzaak is niet altijd even makkelijk te achterhalen. En zoals je hier al ziet, is het best een complexe interactie van verschillende factoren. Maar je kunt je voorstellen dat pijn dus op heel veel andere manieren ontstaat dan dat we zelf vaak denken. Of het idee dat de patiënt erbij heeft dat er per se iets mis moet zijn in het lichaam om pijn te kunnen hebben. Dat hoeft niet eens zo te zijn. Je kunt dus ook zonder dat er iets mis is in het lichaam of dat het lichaam hersteld is, toch hebben dat die kabouter steeds gevaar waarneemt en op die pijnknop blijft drukken. Nou, dit zijn enkele factoren die daar een rol in kunnen spelen. Dat zijn meer factoren uiteindelijk dan hierin staan, maar het geeft een goed beeld van hoe eigenlijk die factoren met elkaar interacteren en hoe het ervoor kan zorgen dat iemand toch pijn ervaart, terwijl er misschien niet heel veel in het lichaam aan de hand is. Maar het kan ook zijn dat er wel nociceptie in het lichaam is, maar dat dat niet de totale hoeveelheid pijn verklaart. Kortom, het hebben van prikkels in het lichaam, nociceptie, is niet per se nodig vanaf de plek waar iemand pijn voelt om pijn te ervaren. Als je kijkt naar de nieuwe klassificering van die pijnklachten, dan zie je dat die in 3 categorieën is opgedeeld tegenwoordig. Dus we zien dat de Internationale Associatie van de Pijnstudies heeft gezegd van nou ja, grofweg zou je bij aanhoudende pijnklachten in 3 categorieën kunnen denken. Aan de ene kant hebben we de nociceptieve pijnsoorten. Dit zijn eigenlijk de pijnklachten waarbij nociceptie, dus dat we zeggen er is iets eigenlijk aan de hand in het lijf en er komen continu signaaltjes vanuit die plek, die gaan naar het brein, dat die een hele belangrijke rol spelen. Nou, als je kijkt naar een typisch nociceptisch probleem wat wel chronisch kan zijn, dan zou een tumor bijvoorbeeld daar een goede reden voor kunnen zijn. Dus een kwaadaardige tumor of goedaardige tumor kan ervoor zorgen dat er continu sprake van nociceptie is of op heel veel momenten en dat iemand aanhoudende pijnklachten ervaart. We hebben ook neuropathische pijn, bijvoorbeeld polyneuropathie, waarbij we zien dat mensen een pijnlijk en verdoofd gevoel kunnen hebben, bijvoorbeeld in de voeten als ze langere tijd diabetes hebben gehad. En de laatste categorie noemen we nociplastische pijn. En bij nociplastische pijn zien we eigenlijk dat de samenhang tussen de nociceptie en de pijn veel minder sterk is dan je zou verwachten. Dan zien we een ander patroon van pijnproblemen en we zien ook meer psychosociale problemen in deze groep voorkomen. Als we kijken naar de signalen of kenmerken van nociplastische pijn, dan zijn er een aantal signalen die vaak samengaan. Dus we zien fysiek gezien dat mensen vaak rapporteren dat ze moe zijn, duizelig, tintelingen hebben of uitvalsverschijnselen. Dat het pijnlijke gebied groter wordt of door het lichaam verplaatst. Dat is een hele belangrijke trouwens. Dat de pijn minder goed te relateren is aan bepaalde belasting of later komt. Of dat mensen zich overgevoelig voelen bij de aanraking van het pijngebied. Dus dat ze als het ware meer pijn rapporteren dan je zou verwachten op basis van een aanraking. Nou, wat je vooral vaak ziet is dat de samenhang tussen de belasting en de pijn, dat die eigenlijk veel minder direct is bij nociplastische pijn. Dus het kan zijn dat iemand zegt, goh, ik had gisteren een goede dag, toen heb ik best wel veel gedaan. En vandaag heb ik heel veel pijn en blijf ik maar in bed liggen. Of dat iemand bijvoorbeeld zegt, nou ja, de pijn begon in mijn linkerbeen en ik merk tegenwoordig ook dat die naar mijn rechterbeen begint te verspreiden. Dat kan ook een teken van nociplastiek zijn. Maar vooral wanneer de belasting niet overeenkomt met de pijn, dan is dat vaak een duidelijk signaal van nociplastiek. Mentaal gezien zie je dat de focus vaak sterk ligt op de lichamelijke klachten en het checken van het lichaam. Mensen hebben vaak meer zorgen of negatieve ideeën over hun lichaam en de aandoening. Dat is ook wel logisch, omdat die vaak minder duidelijk is. Dus je ziet ook bij nociplastische klachten dat het vaak minder duidelijk is. Mensen een minder goede diagnose hebben of een minder goede behandeling voorhanden is. Omdat die klacht geen duidelijke oorsprong of herleiding heeft, of dat die in die zin moeilijker is te herleiden. Je ziet vaak ook angst voor fysieke activiteit en het hebben van schade of het vergroten van schade. Vermijding en overbelasting zijn 2 patronen die veel voorkomen, die elkaar vaak ook afwisselen. Dus misschien de ene dag te veel gedaan en de andere dag te weinig doen.
En we zien een hogere prevalentie van angst, stemmingsklachten en stress die mensen met nociplastische pijn rapporteren. Nou, dit was een hele korte samenvatting van hoe eigenlijk we vroeger dachten over pijn, hoe we tegenwoordig denken over pijn, het model waarmee je eigenlijk zou na kunnen denken over pijn. En dus dat die beveiliger die eigenlijk in je brein aan het kijken is en continu aan het monitoren is of er wel of geen sprake van gevaar is. En hoe we naar die verschillende pijnsoorten kijken als we dat klassificeren. Dus naar nociplastisch kijken, naar nociceptisch en neuropathisch. En waar we ook zien dat de grootste groep pijnklachten, vooral als het om aanhoudende pijnklachten, veruit de nociplastische groep is. Dus dat is een groep die echt heel veel gerepresenteerd wordt. En waarbij het dus ook belangrijk is dat mensen meer leren over hoe pijn werkt. En hoe ze daar zelf mee om kunnen gaan. En dat kunnen verbeteren en ook zelf invloed hebben op die pijnbeleving. Nou, dit was een korte introductie. Ik heb hier een aantal tips, mocht je het interessant vinden om meer te lezen over pijn. Ik denk dat iedereen Explain Pain wel een keer gelezen zou moeten hebben als je met mensen werkt die met aanhoudende pijnklachten werken. In die zin zijn Mosley en Butler echt degene die voor die verandering van mindset bij pijnklachten hebben gezorgd door hun boek Explain Pain, wat nog steeds heel erg relevant is. En mocht je dat echt interessant vinden, Explain Pain Supercharged is echt een super dik boek waar nog veel meer in staat. Er zijn ook een aantal andere boeken. Ik ben zelf best wel een fan van de methode ook van Schubiner. Die heeft Unlearn Your Pain recent geschreven, een patiëntenwerkboek, ook met heel veel verschillende oefeningen daarin. We hebben ook een aantal Nederlandse boeken. Verkleinde Pijn van Eugenie de Ruiter is een interessant boek waar vooral ook veel uitleg wordt gegeven over hoe pijn werkt, hoe het ontstaat. Een boek wat je ook makkelijk aan patiënten mee kunt geven. Ik heb zelf Bevrijd van Pijn geschreven. Bevrijd van Pijn is ook een echt doeboek waar heel veel verschillende oefeningen voor patiënten in staan om mee aan de slag te gaan. Wat je zelf eventueel ook als naslagwerk kunt gebruiken als je op zoek bent naar verschillende oefeningen om met patiënten te doen. Of ook patiënten mee kunt geven. En we werken natuurlijk binnen Reducept met onze eigen Reducept werkboeken die je patiënten mee kunt geven. Die een goede basis vormen en best wat behapbaar zijn. Niet van die super dikke boeken, want dat zijn de boeken die je hier ziet wel iets meer. Dus dat was mijn korte introductie. Mocht je daar vragen over hebben, dan kun je altijd even contact met ons opnemen. Ik wens je heel veel succes met de rest van de cursus en wie weet, tot ziens.